Opgave 68. Gegeven is de functie fx. Nou, ze hebben hem al, is een breukfunctie, en ze hebben hem al voor ons getekend. De grafiek van f snijdt de x-as in de punten a en b. Stel langs algebruise weg de vergelijking op van de raaklijnen k en l in a en b. Oké, okay. nou, wat springt er voor mij uit? Dat ik een vergelijking moet maken van raaklijn. En in dit geval van twee raaklijnen, want dat is twee keer hetzelfde. Hoe stel ik de vergelijking op van een raaklijn? Nou, het is een lijn, dus de formule is in ieder geval van de vorm i is ax plus b. Omdat het een raaklijn is, kan ik de richtingscoëfficiënt uitrekenen door in de afgeleide de x van het raakpunt in te vullen. En hoe bereken ik de b? Nou ja, dan vul ik het raakpunt helemaal in, de coördinaten. Nou, dat is wat ik ga doen. Wat heb ik daarvoor nodig? Je ziet dat ik daarvoor nodig heb de afgeleide. Dus van fx moet ik eerst de afgeleide uitrekenen. Nou, ik schrijf hem over. Dat levert al twee of drie punten op op een toets. Ik ga, het is een breuk, dus ik ga de quotientregel gebruiken. Teller en noemer. Ik ga van de teller en de noemer de afgeleide uitrekenen. Van de teller is het 2x, van de noemer is het 2. Hoe bereken ik, uh, hoe gebruik ik de quotientregel? Nat min tan, dus noemer min afgeleide teller. Min teller, mijn afgeleide noemer. Wel de noemer kwadraat. F-accent x is... Noemer, dat is 2x plus 5, dat is meer dan één term, dus daar moet ik de haakjes omheen zetten. Keer de afgeleide van de teller, 2x min de teller, meer dan één term, dus daar moeten haakjes omheen. Keer de afgeleide van de noemer, dat is 2, gedeeld door noemer in het kwadraat. Oké, okay. de afgeleide is in principe klaar. Het is dan eenmaal de gewoonte om bij de afgeleide, of de quotiëntregel, om even de teller de haakjes uit te werken. Als dat niet ingewikkeld is. Nou, deze valt wel mee. Uh, 2x keer 2x, dat wordt 4x kwadraat plus 10x. Dan krijg ik hier eigenlijk min 2. Dus min 2x kwadraat min 2 keer min 4 plus 8. Gedeeld door 2x plus 5 in het kwadraat. 4x kwadraat min 2x kwadraat is 2x kwadraat plus 10x plus 8. Gedeeld door 2x plus 5 in het kwadraat. Zo. De afgeleide is klaar. Die heb ik in deze som uh, nog hard nodig. Oké. Okay. Uh, wat was ik mee bezig? Oh ja, ik was bezig met de raaklijn opstellen. Hij staat er al. Ik begin met uh, raaklijn L. Raaklijn L die gaat door het raakpunt min 2,0. Ga ik de formule opstellen? Begin ik met i is ax plus b, want het is een lijn. a is de richtingscoëfficiënt en die reken ik uit door in de Afgeleide de x van het raakpunt in te vullen. Dus in de afgeleide vul ik min 2 in. Nou, de afgeleide staat uh, daar rechts. Wat ik dan vaak doe, ik zal het even een keertje laten zien. Ik uh, ga naar uh, menu 1. Naar het rekenscherm. Oh, daar staat er 1. En ik moet nu uh, x is, even kijken, ik moet even kwijt. Min 2 invullen. In die afgeleide. Wat doe ik dan? Min 2 stoor ik in x. En daarvoor gebruik ik. Uh, de pijltjestoets, Dus ik tik in min 2 pijltjestoets x. En dat is de, uh, de stoor. Dat is de uh, pijltjestoets die boven de AC staat. Daarmee doe ik dat. Stop ik hem in x. Waarom doe ik dat? Nou, daarna kan ik de afgeleide intikken zoals die daar staat. Dus 2x plus 10x plus 8 gedeeld door Haakje 2x plus 5 in het kwadraat. En hoef ik niet steeds het getal uh, min 2 over te nemen. Want de rekenmachine denkt nu dat, gaat ervan uit dat de x nu min 2 is. En dan komt het er netjes uit min 4. Zo, ik ga dit er even uit. Zo, is min 4. Um, ik weet nu van de lijn dat die min 4x plus b is. Hoe bereken ik de b? Nou ja, punt invullen. Welk punt? Het raakpunt. Dus dat is de punt 2,0. Op de plaats, en ik moet even eronder schrijven. Meestal schrijf ik ernaast, maar even de onder. Op de plaats van de i schrijf ik 0. Op de plaats van de x, min 2. Min 4 keer min 2 is 8. 8 naar de andere kant. p is min 8. En de lijn l is dus i is min 4x plus, oh, niet plus, min 8. Oké. Okay, Dan nou moet ik ook de andere lijn op gaan stellen. Want dat is de lijn, uh, oh, sorry, ik heb dit L genoemd. Nou, excuses, dat moet eigenlijk K heten. Ik had L als laatste gelezen, maar het is natuurlijk K. Want nu ga ik lijn L opstellen. Lijn L gaat door punt 2,0. En moet ik ook de raaklijn van opstellen. Nou, de raaklijn gaat altijd volgens de vaste stappen. Hij is van de vorm I is AX plus B. Want het is een lijn, het is een raaklijn. Dus de a, de richtingscoëfficiënt, reken ik uit door in de afgeleide functie x is 2 in te vullen. Nou, dan ga ik naar mijn rekenmachine. Ik stop eh, 2, stop ik in x. En met de pijltjestoets ga ik naar de boven toe. Druk ik nu op x'en en rekent hij de afgeleide weer uit. En dan komt er netjes eh, 4,9 uit. Hè? Deze 4,9. 4,9. Oké. Okay. Uh, nu moet ik de b nog uitrekenen. Hoe reken ik de b uit? Nou, raakpunt invullen. Dus ik weet, i is 4,9x plus b. Ik ga het punt 2,0 invullen, want dat is het raakpunt. 0 op de plaats van de i, 2 op de plaats van de x, 0 is 8,9 plus b. b is dus min 8,9. En de lijn l wordt i is 4,9x min 8. Negende. Nou, dat was uh, vraag A. Dan ga ik nu naar, uh, naar vraag B. Zo. Um, even kijken hoor. De grafiek van F snijdt de I-as in punt C. Nou, punt C staat hier al netjes in, uh, in het plaatje getekend. Daar zit punt C. Hij snijdt de I-as in punt C. Stel met beeld van de afgeleide de formule van de raaklijn M in C. Oké. Okay. Nou ja, een raaklijn, dat weet ik nu. Die is altijd van de vorm i is ax plus b. Hoe bereken ik de a, dat is de richtingscoëfficiënt, door in de afgeleide functie de x van het raakpunt? Kijk, die heb ik even niet. Even denken, de x van het raakpunt. Uh, punt c weet ik nog niet alles van. Hmm, even een tussenstapje doen. Punt c. Punt c die uh, ligt op de y-as. En wat weet ik van punten die op de y-as liggen? Ja, precies x is 0. Nou, x is 0 is dus de x-coördinaat van het raakpunt. Ik reken gelijk even de y-coördinaat uit. In de gewone formule vul ik 0 in. Dan krijg ik 0 min 4 gedeeld door 0 plus 5 is dus min 4 de vijfde. Dus punt c is het punt 0, min 4 vijfde. Oké, okay, ga ik terug naar mijn raaklijn opstellen. De richtingscoëfficiënt reken ik uit door in de afgeleide functie de x van het raakpunt in te vullen. Nou, die weet ik. Oh, hij verschuift een beetje. De x is 0. Ik vul in de afgeleide 0 in. Oh, de afgeleide is buiten beeld. Die ga ik even er weer bij pakken. F accent x is 2x plus 10x plus 8. Gedeeld door 2x plus 5 in de kwaad. Waarom ik hem erbij zet, dat weet ik niet zo goed. Want weet je nog wat ik in de rekenmachine had staan? Precies, ik heb daar gewoon die formule in staan. Dus ik ga 0 stop ik in x. En ik ga weer naar boven. Moet ik wil even opletten waar die terecht komt. Ik druk op X. En dan vind ik hier dat die afgeleide, daar staat die, 825ste is. Nee, 8, 25ste. Oké, okay. ik weet nu dus: i is 8, 25ste x plus b. Oh, ik moet de b nog uitrekenen. Hoe reken ik de b uit? Punt invullen. Welk punt? Het raakpunt, natuurlijk. Oh, gelukkig, dit is een heel fijn raakpunt. Want als de x 0 is, dan heb je daar gelijk de b. Dus ik hoef niet te rekenen. En ik mag opschrijven: y is 825x min 4/5. En dit was raaklijn m.